Voordat je de podcast gaat luisteren, nog eventjes een berichtje. Vind je deze podcast leuk en wil je automatisch een seintje krijgen als er weer een nieuwe aflevering live staat? Klik dan op Spotify op volgen en op het belletje en op Apple op het plusje op de podcastpagina. Dan krijg je automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering live staat. Veel plezier met de aflevering van vandaag. In de eerste wereld gaat het om gifgas, verschillende vormen van gifgas. En ja, dat bleek eigenlijk in de praktijk al heel snel vrij lastig te zijn om dat gericht uit te voeren. De wind kon draaien, het moest natuurlijk door de wind, moest het in principe naar de andere zijde worden gewaaid. En daar bestond grote onzekerheid over en de effectiviteit was beperkt. Omdat je natuurlijk, ja, mensen krijgen een gasmasker uitgereikt, wie kent niet die beelden. Dus het werkte kennelijk niet goed genoeg om de aanzienlijke risico's die daarbij hoorden te nemen. Het is awesome, kunt u mij horen? Hey, maar jij zei net nog, dat was nog wel interessant, er komt nog veel meer schade aan. Wat denk je dan aan? Nou, die omgevingswet natuurlijk. Dat is een vrij omvangrijk stuk wetgeving waarbij in feite de allerlei verantwoordelijkheden overgeheveld worden van een centrale overheid naar de gemeentes. Wat al jaren bezig is. Ja, dat al jaren bezig is. Dat is een heel complexe zaak. En dat zal natuurlijk weer blijken wat natuurlijk bij die wet maatschappelijke ondersteuning, die natuurlijk ook naar de gemeentes vertrokken is, althans grotendeels, dat heel veel gemeentes dat helemaal niet aankunnen. Dat er hele grote verschillen ontstaan tussen de ene gemeente en de andere gemeente. Beleidsmatig zijn er gigantische verschillen tussen hoe gemeentes zich gedragen. Je hebt totaal incompetente gemeentes. We zitten in heel veel gemeentes natuurlijk met lokale partijen. Dat is fijn, die kijken naar het lokale belang, maar die zijn niet altijd goed geëquipeerd om behoorlijk en fatsoenlijk beleid te maken. Dus ja, dat die omgevingswet, en bovendien begrijp ik dat die op veel punten niet erg duidelijk is. En nou ja, met bekende stukjes slordige wetgeving. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk, je begint toch te denken, kijk, wat doet de Nederlandse overheid? Die moet dus klein en slagvaardig worden, zo goedkoop mogelijk. Dan zit je met een aantal problemen, die kosten tijd en moeite en inspanning. Weet je wat we doen? Die gooien we over de schutting. Hè? Ja, over diezelfde schutting. Hè? Hoe heet het ook alweer? Meester. Leidende rechter. Meester Frank Visser. Meester Frank Visser doet uitspraak. Hè? Die gooien we over de schutting. We stoppen er nog een bezuinigingetje bij. Dat kan ook best. En nou ja, dan zitten die gemeentes met een probleem. Ja. En dat is een heel kwalijk beleid naar mijn idee. Dat we nooit moeten doen. We zijn een piepklein land. Dus het is idioot dat je aan dit soort van ingrijpende decentralisering doet. Ja, en als je de mensen bij de gemeente spreekt, die weten niet hoe ze het moeten doen. Nee, precies. Ook financieel niet en ook niet met de mensen. Nee. Want ze hebben veel te weinig mensen ook. En wat ik me verbaasd over, dus dat ze weer over die A27 beginnen om dat uit te breiden. Ja, ik moet zeggen dat ik er tegen ben. Ik heb al eens eerder uitgelegd dat ik er vaak heb gestaan. Of gestaan is eigenlijk niet het woord, daar ik er vaak langzaam heb gereden. En dat mijn ervaring is dat zich vrij snel oplost. Ja, want is dat gedeelte daar bij het provinciehuis toch? Hè? Dat gedeelte bij Amelis Weert? Ja, daar ben jij Amelis Weert, ja. Waar dat in een vrij diepe bak ligt. Ja, en dat willen ze uitbreiden omdat het dan beter doorstroomt. Ja, dat is het idee. Dat is toch heel bijzonder in een land waar we het ook over duurzaamheid hebben, klimaatdoelen, dat ze dan denken meer asfalt. Ja, ik weet niet wie dat precies op dat idee is gekomen. En voor zover ik weet is het dus niet een van die punten waar je echt 20 minuten stil kunt staan. Dat is niet zo. Je rijdt er vaak, je komt erop en dan gaat het verloopt. Het is traag. In de spits is het sowieso. Zeker in de spits is het traag, maar al heel snel opent het zich en komt de vaart erin. Ja. Ja, je moet wat geduld hebben, maar dat is natuurlijk nu zo. Mensen hebben dat geduld niet meer, hè? Nee, en bovendien het grote file gebeuren, dat is nog niet helemaal terug, toch? Laatst wel met die sneeuw hadden we wel 600 kilometer file. Het is weer een ellende, het is weer voor corona, want iedereen zit weer in de auto. Ja, dat is misschien ook een ander interessant onderwerp wat we eens aan moeten snijden. Weet je nog dat na ongeveer een jaartje corona dat de kranten vol stonden met het wordt nooit meer zoals het was. Het is echt, de mensen zijn gewend geraakt aan een totaal nieuw leven. Ze gaan allemaal thuis werken en het is wonderbaarlijk wat zich heeft voltrokken. Niet waar dat we eigenlijk in een hele nieuwe fase van de beschaving zijn gearriveerd. Je kunt rustig spreken van een totaal nieuw tijdperk.
En nu zijn we dus weer een halfjaartje verder en blijkt in feite niets fundamenteels veranderd te zijn, voor zover ik weet. Ja, misschien dat de mensen iets meer thuis werken, maar in ruil daarvoor zijn ze minder met het openbaar vervoer gaan reizen. Dus dat lost nog niks op ons wegenstelsel. Nee. Het is natuurlijk wel fijn dat je lekker thuis werkt, want dan als de DHL... Die hele kul van de nieuwe cultuur en het sidewindow, nee, dat is weer een andere, het sidewindow, dat bleek ook allemaal loze praten zijn. Ja, we zijn gewoontedieren. We zijn ontzettende gewoontedieren, maar waarom hebben die journalisten die al deze wilde stukken hebben geschreven niet ook gedacht, zijn wij eigenlijk niet gewoontedieren? Is het waarschijnlijk dat dit grondig en totaal zal veranderen van het een op het andere moment? Nee, natuurlijk, maar goed. Ja, die krantjes moeten ook vol. Ja, en ik moet je zeggen, het zijn ook vaak van die stukken dat je denkt, waar is dit nou goed voor? Ja. Want die hoef je ook weer niet te lezen, dat is allemaal. Ja, je kunt het je aandoen, je kunt jezelf steeds laten overweldigen. Heb ik niet alles dat leuke boekje waar ik natuurlijk nu weer niet de titel van paraat heb. En dat is ontzettend lezenswaardig boekje. Man zegt, hou op met het volgen van het nieuws. Het levert je niets op. Ja, dat doe je heel vaak. Kun je er geen zak aan doen. Je wordt er vaak diep gedeprimeerd van. De kern van nieuws is dat slecht nieuws nieuws is en goed nieuws geen nieuws is. Dus wat heb je er eigenlijk aan? Ja. Maar we zijn allemaal 24/7 nieuwsvolgers geworden. Daar zouden we eigenlijk mee op moeten houden. Ja. Dan moeten we in deze podcast moeten we ook totaal andere onderwerpen aansnijden. Mooie uitnodiging, iemand die dat nu doet, die niet meer het nieuws volgt, om zich eens te melden en eens te vertellen hoe dat is. Ja, waarschijnlijk is die in diepe slaap geraakt. Dan moet je ook de kranten opzeggen. Ja, ik ga het niet doen. Ik lees de krant sinds ik een jongetje van 12 was. Dus maar waarom zou je het niet opzeggen en helemaal lekkere boeken gaan zitten lezen die je leuk vindt? Ja, ik ben bang dat ik het niet zonder even kijken. Ik heb het al enorm geminimaliseerd. In de jaren 70 had je in Nederland nog de weekbladen. Die waren eigenlijk invloedrijker dan de kranten. Dat was Vrij Nederland natuurlijk. In de Haagse Post, de Tijd, die zijn later gefuseerd. Maar, die las ik allemaal. Overigens hadden ze altijd precies dezelfde stukken. Viel mij wel op toen al, dat ze dan een hele beroemde wereldbewoner in Nederland op bezoek was, dat ze allemaal hetzelfde interview met de beroemde wereldbewoner hadden. Wat nog steeds zo is, ja, in principe. Waarschijnlijk wel, ja. Nu zit hij dan op de televisie in principe, de wereldberoemde wereldbewoner. Ja, ja. En dat was natuurlijk zonde van mijn tijd. Ik had mijn tijd beter kunnen gebruiken. Ja. Nog een Voordat mensen nou denken dat ik de hele godganse dag nieuws zit te volgen, nee. Ik kijk even, dat kost wat. En voor de rest lees ik boeken. Nieuwtje nog uit Medialand. Er wordt waarschijnlijk een talkshow minder gemaakt. Dat moet jou vrolijk stemmen. Is het werkelijk zo? Ja, dat programma wat op de Wereld Draait Door plek is gekomen. Galit en Sophie, dat willen ze misschien gaan stoppen en helemaal geen talkshow meer terug laten komen. Ja, maar nu formuleer je het zo dat het nog helemaal niet zeker is. Is toch niet in mijn Frans Klein wil wellicht, daar... Wellicht misschien. Ja. Het zou kunnen. Wie weet, we zijn wel betrokken, maar of het ook gaat gebeuren, nou ja, dat weten wij niet. Pas wel precies. Bij de NPO op zich, ja. Qua beleid. En Frans Klein zegt, we gaan daar nu docu's uitzenden, soaps. Soaps. Nee, niet soaps eerst als Goede Tijd Slechte, maar docu-soaps. Ik weet niet wat dat is, wat dat voor genre nee, is. Dat zou ik ook wel willen weten. Ik hoop toch niet dat dat nog meer van die fortuinprogramma's wordt. Nee, want dat is meer een... Dat is ook moeilijk ontsnappen, hè? Want ook als je normaal even op het nieuws zit te wachten... Zijn er steeds flitsen. Ja. Ik heb hem nou al 100 keer zien. At your service. Ik word hartstikke zenuwachtig. Ik vind van. Hem ook, ze doen wel hun best. Maar het is toch niet helemaal goed gelukt, die fortuinimitatie. Ja, ik vind het. Ik kijk niet. Dus ik zie alleen die korte promoflitsjes. Ja, wat vind je die lijken? Ja, hij is kaal. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar zijn stem. Nee. Doet me toch niet denken aan de typische fortuin dingetjes. Nee, wat fortuin meestal kon was Jenne. Ja. Zo treiterig. Ja, het was een relnicht. Een relnicht, dat is denk ik een goede beschrijving. Ja. Nee, ik kijk dus niet, omdat ik heb het al een keer uitgelegd. Ik vond het toen verschrikkelijk. Het was voor mij een totaal onverwachte verrassing. Ik had tot dat moment, dat had ik toch de illusie dat wij een min of meer verstandig land waren. Waar we niet ineens politiek in galop zouden raken door rare gebeurtenissen. En dat bleek totaal onjuist te zijn. Ja. Het aantal gekken is in Nederland precies even groot als in andere landen. Kijk naar Willem Engel. Ja,
Dat is heel goed. Ik ben niet betrokken, maar ik vind het toch wel. Ik was er wel. Willem Engel, die dan weer vrijkomt. En die dan zelf heeft voorgesteld: ik ga niet meer op de sociale media. Ik hoopte dat je het hem over zou slaan. Maar waaraan, lieve media. En het geldt voor praktisch alle media. Zelfs voor het door mij zo geliefde teletext. Hè? Waarom moeten we dat gelul over die Engel steeds aanhoren? Wat kan mij het schelen? 0,0. Ik heb hem nog nooit iets verstandigs horen zeggen. Het is een halve garen. Het is iemand die psychiatrische behandeling verdient. Hè? Waarom is dat in alle media steeds een prominent aanwezig? Willem Engel is weer losgelaten. En toen weer vastgezet, omdat hij zijn eigen voorwaarden had overschreden. Het is mij een raadsel. Ik begrijp gewoon niet waarom we over die man moeten horen. Nee, wat kan die eigenlijk? Waar is die eigenlijk? Het is een protestman. Nou ja, hij is eigenlijk de, ik weet niet hoe je dat het beste uit kan leggen, de gek dansende Kardashian van Nederland. Hè? Ja. De Kardashians zijn ook mensen die dus niets kunnen, die nooit iets van enig belang gepresteerd hebben, behalve hun borsten laten vergroten, en die wereldberoemd zijn en multimiljonair zijn geworden van het niets kunnen. In die zin zijn ze dus emblematisch voor de moderne cultuur. Wat wel weer knap is, dat je dat dus op die manier dus vormgeeft. Ja, maar ja, ze zijn niet betrokken, maar toch, ze doen wel gezellig mee. Ja. Die Engel komt vrij en dan staat er toch zo'n groepje met mensen die hem staan op te wachten. Hè? Dus hij heeft toch al wat aandacht. Ja, zeker. Maar god, vroeger had je Loede Palingboer. Wie was dat? Dat was een man die het einde van de wereld had voorspeld op een bepaald dag. Ook een sekteleider. Loede Palingboer. Engel is een sekteleider. En je weet dat de meeste sekteleiders, die zijn sekteleiders omdat ze zo ingrijpend geschrift zijn, dat ze zelf geloven dat ze een verdienstelijke sekteleider kunnen zijn. En dat had die Loede Palingboer ook. En heel veel mensen hebben behoefte aan sektezekerheid. Ja. Een groep waar ze bij horen, waarmee ze zich kunnen identificeren, die bijna altijd geleid wordt door iemand die precies weet waar het met de wereld naartoe gaat. Een soort van Jezus. Jezus was dat ook. Jezus was ook een soort sekteleider, zonder meer. Ja. En die had een jurk aan, toch? Nou, die was gekleed naar de mode van die locatie, die op zichzelf niet ingrijpend veranderd is, bij mijn weten. Oké. Nou, even kijken naar wat vragen. Even kijken. Hallo, ik kwam een interessant weetje tegen, in ieder geval op Wikipedia. Redenen om Oekraïne binnen te vallen. Want hij zegt, even kijken wat hij precies allemaal zegt. Nou, slaan we even over, want dit is een te lang verhaal. Graag korte berichten, niet te lang, want dan moeten we te veel lezen. Vergeten woorden, de RSV-man. Al bestaat anno 2022 nog steeds een RSV-wagen, zegt iemand die komt uit Giethoorn. Ja, Rien Giethoorn. Dat is de RSV-wagen. Dit ging over het probleem van bezorging, toch? Ja. Dat ik het zo interessant vond dat vroeger alles gewoon bezorgd werd. Ja. De RSV-wagen. Oh, hij bestaat toch in Giethoorn. Ja, kennelijk is daar nog een markt voor in Giethoorn. Het was natuurlijk een franchise systeem, neem ik aan, die SRV-wagen. Dus die is in dinges in Giethoorn overeind gebleven. Dan zou ik hem wel, eigenlijk als bootje zou ik hem in Giethoorn aanbieden in plaats van op wielen. Ja, je had vroeger van die parlevinkers. Ja. Dat waren bootjes, een soort rijdende kruideniersbedrijven. Ik weet niet, misschien mensen die daar iets van af weten, laat het weten. Bestaat de parlevinker nog? Of is dat een verdwenen verschijnsel? Moet je even uitleggen wat dat is? De parlevinker, dat was een soort kruideniersbootje in de Rotterdamse haven. Okay. Dus dan kon je die parlevinker, dan kon je dan een rol beschuit kopen. Ja, weet ik van wat zij in die schepen nodig hadden. Robert, die vraagt dit. Dag Maarten en Tom. Ik heb een vraag over chemische wapens. Ik vroeg me af waarom er in de Tweede Wereldoorlog door Hitler of door Stalin geen chemische wapens zijn ingezet. En waarom zijn we er eigenlijk dan nu zo bang voor? Ze zijn natuurlijk wel ingezet in de Eerste Wereldoorlog, maar naar mijn weten niet in de Tweede Wereldoorlog. Is het dan zo dat Hitler een moreel kompas had en Stalin ook? Want hij had ze best kunnen inzetten. Of zijn die wapens eigenlijk helemaal niet effectief? Ik hoor graag van jullie. Dag. Ja, ik denk dat het gebrek aan effectiviteit. Hij denkt ik bij chemische wapens, zeker als je het betreft de Eerste Wereldoorlog dan. Even. Ja, de COVID-neus. COVID is er nog steeds. COVID is nog niet de wereld uit. Ja, mijn COVID-neus, ja. Die,
In de eerste wereld gaat het om gifgas, verschillende vormen van gifgas. En ja, dat bleek eigenlijk in de praktijk al heel snel vrij lastig te zijn om dat gericht uit te voeren. De wind kon draaien, het moest natuurlijk door de wind, moest het in principe naar de andere zijde worden gewaaid. En daar bestond grote onzekerheid over en de effectiviteit was beperkt. Omdat je natuurlijk, ja, mensen krijgen een gasmasker uitgereikt, wie kent niet die beelden. Dus het werkte kennelijk niet goed genoeg om de aanzienlijke risico's die daarbij hoorden te nemen. Ook nu is er wel gewerkt door laboratoria. Alle grote belligerenten in de wereld hebben chemische wapens. Maar kennelijk vindt men nog steeds dat de effectiviteit misschien groter of kleiner is dan men denkt. En natuurlijk loopt onmiddellijk het risico dat de tegenstander ook chemische wapens gaat gebruiken. Dus kennelijk acht men het niet nodig. Op grote schaal is het gebruikt. Maar dan zijn misschien ook dat Hitler zelf, die is nog tijdelijk vergiftigd door gifgas. Die heeft nog in een hospitaal gelegen, in Pazenwalk. Volgende vraag van, even kijken, wie is dit? René van Beuningen. Hallo Tom en Maarten. Hier is René van Beuningen, de telegraaflezer die wel naar Amerika en niet echt naar China wilde verhuizen van de live podcast. By the way, ik ben wel eens in Oklahoma City geweest. Maar goed, ik heb een vraag van Maarten. Hoe verklaart Maarten dat zijn kwaliteitskranten de woke- en cancelcultuur zo liefdevolle armen? Is dat alleen maar om politiek correct te zijn of zit er meer achter? Ik ben benieuwd naar je antwoord. Goed, dag. Ik weet niet of zij die cancelcultuur... Ja, nogmaals, het gaat in mijn geval vooral om NRC Handelsblad. En ik dacht dat daar nou niet een sfeer heerste dat het mooiste wat ons is overkomen in de afgelopen jaren de cancelcultuur is. Ze zullen wel schipperen, denk ik, in wat nog wel kan en wat niet kan. Maar ik heb zo niet een direct oordeel paraat over de wijze waarop de NRC omgaat met de cancelcultuur. Dan zou ik maar even op moeten concentreren hoe dat precies zit. Nou, je hebt ook terecht gezegd, die cancelcultuur, die waait ook wel weer over. Dat is nu even een ding, maar dat op een gegeven moment zijn we het ook wel weer over. Nou ja, de cancelcultuur is zo lachwekkend en zozeer een enorm nadeel voor links, dat ze er beter mee op kunnen houden natuurlijk. Kijk, elk waanidee dat je de geschiedenis kunt afschaffen als het jou niet zo bevalt, dat is natuurlijk volstrekte onzin. Ja, dat je kunt eindeloos blijven roepen, zie dingen in hun tijd. Proberen het raamwerk van de geschiedenis daarbij te betrekken. Ja, zolang mensen dat niet doen. Geschiedenis is natuurlijk ook een soort van grabbelton van fijne ideetjes die jou goed uit kunnen komen. Jan Storteldor heeft een hele andere vraag. Die zegt, naar aanleiding van een hoop positieve reacties op de terugkomst van de wolf, vroeg ik me af wat Maarten vindt van de terugkomst van de wolf. Ziet hij het als een positieve ontwikkeling omdat er zo een lang verloren soort in Nederland terugkeert? Ja, ik ben een groot liefhebber van de terugkeer van de wolf. Het hele idee trekt mij aan. Ik heb vanaf het allereerste moment gedacht, misschien kunnen die wolven ook af en toe eens wat van die wandelaars opeten. Dat leek mij ook een methode om de wandeling in Nederland wat spannender te maken dan die nu is. He, je ziet je er zelfs dan toch lopen op zo'n novembermiddag en zo'n streep licht aan de horizon. Het begint een beetje te botregen en ineens hoor je in de verte zo'n groep wolven. Hè? Ja, ik kan het niet goed nadoen, maar dat je denkt, wolven. Hè? Dat je de pas versnelt en dat je op gaat letten op de ANWB-bordjes, zover het nog is, naar het theehuis. Hè? Maar dat je toch steeds, die wolven komen ook dichterbij, dat leek mij zo geweldig. Tegenwoordig ben ik wat minder goed ter been, dus ik ga het niet doen, maar... Voor andere wandelaars. Nee, laten we er dit van zeggen. Ja, ik vind het prima als de wolf terugkeert. Maar laten we beseffen dat de mogelijkheden voor de wolf in Nederland natuurlijk zeer beperkt zijn. Ze hebben zo'n roedel heeft een omvangrijk jachtgebied nodig. Ik denk als je in Nederland met 15 wolven met een paar van die roedels zit, dat het land eigenlijk al vol is. Als je natuurlijk ooit van je leven wel eens door Duitsland bent gereden, dan weet je dat daar een heleboel meer ruimte voor de wolf is. Dus ik heb wel eens meelijden met wolven die dan
ineens door de bebouwde kom in Eerbeek lopen, bij wijze van spreken. Dat vind ik al een beetje zielig. Zwijnen hebben we ook, hè? Ja, zwijnen, maar die komen overal voor. Remco, die zijn hartstikke succesvol. En ik weet niet of je die opnames hebt gezien op tv. Die waren vrij spectaculair. Mm-hmm. Namelijk die van die wolf. Die ik geloof aan een klein plasje komt drinken ergens op de Veluwe. En dan verschijnen er twee enorme zwarte wilde zwijnen. En die wolf die kijkt een beetje naar die zwijnen. En die gaat meteen in de aanval. Die wolf schrikt zich werkelijk ongelukkig en maakt zich uit de voeten. Dus ik wil maar zeggen, dat is ook niet zo dat de wolf een enorm verscheurend dier is. Die, ja, waar zullen ze op jagen? Klein wild, konijnen, hazen en waarschijnlijk reeën, zoiets. Ja. Maar nogmaals, de mogelijkheden in Nederland zijn zeer beperkt. Remco heeft een vraag. Beste Maarten en Tom, Remco Ouwehand hier uit Gilze. Ik heb twee vragen. 1. Waarom zitten jullie eigenlijk altijd in de auto? En waarom zitten jullie niet lekker binnen bij Maarten thuis aan een kopje thee? En 2. Daar wil ik graag de mening van Maarten over. Enkele afleveringen geleden zei Maarten dat hij eigenlijk ook geen alternatief systeem voor de parlementaire democratie wist. Wat vindt hij van burgerraden? Daar is tegenwoordig veel over te doen. Ik ben er nieuwsgierig naar. Ach. Ja, dat zijn een heleboel verschillende vragen, moet ik zeggen. Laten we beginnen met die auto. Dat is een volkomen toevallig tot stand gekomen. Als u iets van het leven weet en misschien al voorbij de puberteit bent, dan weet u dat het leven voortdurend geregeerd wordt door dingen die volkomen toevallig tot stand zijn gekomen. We zijn ooit begonnen, als ik het me goed herinner, in het zonnige park. Het Wilhelminapark, wat hier om de hoek is. Het restaurant eerst nog. Maar, restaurant ook nog. Maar ja, daar was het toch ook vrij lawaaiig. En toen zijn dat we ging buiten... dicht door COVID. Dat is waar. Toen zijn we buiten gaan zitten. Ja. Maar op een goed moment werd het herfstig en ja, een beetje koud of zo. En toen zei jij geloof, waarom doen we het niet even in de auto? En toen bleek eigenlijk dat deze Audi een speciale, zeer geschikt is voor een kleine radiostudio. Nou, elke auto, denk ik. Ja, maar misschien wel, de akoestiek is goed. Het zitten die dingen hier. Het dempt een beetje, ja. Dus het klinkt niet hol. En het was enorm prettig. En ik denk dat mijn familie het niet fijn zou vinden als we dat allemaal bij mij thuis zouden gaan doen. Ja, als we thee schenken en moeten koekjes gaan maken. Nou, dit is veel simpeler in allerlei opzichten. En de akoestiek is daar ook minder goed, denk ik. Dat denk ik ook. Die zal wat holler klinken. Ja. Dus dan moet je al heel gauw aanpassingen. En dit werkt fantastisch. Dus ja, het is dus toevallig tot stand gekomen, maar werkt fantastisch. U weet dat alle dingen die wij organiseren als definitief en voor de eeuwigheid, daar komt al heel snel een eind aan, op verrassende wijze meestal. En dingen die volkomen toevallig tot stand zijn gekomen, maar waarvan we eigenlijk de vergaande consequenties niet hebben doorzien, die blijken eeuwigheidswaarde te hebben. Vaak ben je natuurlijk ook al, ja, je kiest ervoor voordat je weet wat de effecten zijn. De auto is een goed voorbeeld. De auto is natuurlijk in de late 19e eeuw uitgevonden. Nou, Rijkeluis vond het wel een lollig ideetje, die auto. We waren natuurlijk nooit op het idee gekomen dat in een piepklein land als Nederland de helft van de bevolking een auto zou hebben. Zodat je al heel gauw met 7, 8, 9 miljoen auto's komt te zitten. Met alle praktische problemen van die. Maar dan heb je die weg al bewandeld. Je hebt wegen aangelegd en garagebedrijven gesticht en autofabrieken. Dat heet path dependent. Heb je eenmaal een route gekozen, dan is het heel lastig om daar een eind aan te maken. De tweede vraag ging over de democratie. Oh ja, de democratie. Ja, het blijkt in feite dat de parlementaire democratie van alle politieke systemen sinds die Franse revolutie waar we het over hadden toch de beste resultaten heeft geboekt. En bovendien een open systeem is, het is te veranderen. We hebben ook geleerd natuurlijk dat eenhoofdig leiderschap, dat het vaak rampzalige effecten heeft. Omdat de totaal verkeerde personen langs die weg aan de leiding komen en gekke dingen doen. Dat is waar. Nu vroeg hij ook eens over burgerraden. Ja, dat is ook zo'n ideetje. Maar daar hebben we geen zakken aan. Want uit alles blijkt dat in die burgerraden weer dezelfde mensen terechtkomen die nu toch ook al de elite van het land vormen.
Dus wie komen er in burgerraden, wie voeren daar het hoogste woord, wie doen, zitten er in actiegroepen. Dat zijn altijd hoogopgeleide mensen met voldoende vrije tijd die daar eens fijn aan de slag kunnen gaan. Dus je hebt er eigenlijk in die zin helemaal niks aan. We kunnen veel beter ons erop richten dat de parlementaire democratie beter gefaciliteerd wordt en beter werkt dan dat we aan burgerraden moeten beginnen. Laat staan dat door het lot aangewezenen. Dit is Pieter. Beste Maarten en Tom, Pieter Lieberts uit Veldhoven. Ik ben een groot bewonderaar van Maarten van Rossum. Maar ik was dat ook van Pim Fortuyn. En ik kan me ook nog steeds vinden in veel van zijn standpunten. De vraag is, ben ik nu schizofreen of zou er toch overeenkomsten zijn tussen Maarten en Pim Fortuyn? Waar ik dan een zwak voor heb. Benieuwd naar de mening van Maarten. Bedankt. Nou ja, ik zou me er makkelijk vanaf kunnen maken door te zeggen dat wij allebei briljante kletsmajoors zijn. Niet waar, die de indruk wekken overal iets van te weten en ongeveer te weten hoe het allemaal verder moet. Dat is zeker in mijn geval een illusie. En dat was het ook in het geval van Pim Fortuyn, maar hij heeft dat iets te weinig duidelijk gemaakt dat het in zijn geval ook zo was. Hij geloofde erg aan het feit dat hij het vaderland kon redden. Terwijl ik bijvoorbeeld nooit heb gedacht dat ik het vaderland zou kunnen redden. Ik ben nog nooit zo onverstandig geweest om in de politiek te gaan. Wat hij wel heeft gedaan. Nou, dat is heel, in allerlei opzichten is dat tragisch afgelopen. Als u kijkt in dat, ik heb het wel eens eerder genoemd geloof ik, hè, tegen de islamisering van Nederland. Dat is een boekje met zulk wezenloos gelul erin. Dat zoiets zou ik nooit hebben kunnen schrijven. En ook op dat punt zijn mijn ideeën altijd fundamenteel anders geweest dan die van Pim Fortuyn. Het punt namelijk van minderheden, immigratie, vluchtelingen, nou, dat hele complex van problemen. Ook ten aanzien van dat andere boek, hè, De Puinhopen van Paars. Dat is toch in allerlei opzichten een soort extreme vorm van neoliberalisme. Behalve wanneer het hem niet zo uitkomt. En heb wel neigingen gehad, dat moet ik eerlijk toegeven, zeker in de jaren, late jaren 80, jaren 90, om een aantal neoliberale standpunten daarvan te denken, misschien toch verstandig, waar ik allemaal verschrikkelijke spijt van heb. De hele sociaaldemocratie heeft daar natuurlijk gruwelijke spijt van, maar niet op de manier van Pim Fortuyn, nee. Nou, laatste vraag, en die is van Bram van der Velde. Hallo Tom en Maarten. Hier Bram van der Velde uit Leiden. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. En ik wilde iets vragen over Oekraïne. Maarten heeft al een paar keer gezegd dat het misschien wel een goed idee zou zijn als Oekraïne een paar kleine delen van hun land opgeeft aan Poetin om zo aan vrede te kunnen werken. Bijvoorbeeld de Donbass-regio. Mijn vraag aan Maarten zou zijn, als Poetin ons zou gaan bombarderen, welke delen van Nederland zou hij dan bereid zijn om op te geven? Ik hoor het graag. Doeg. Wat zal ik ervan zeggen? Nederland is een betrekkelijk klein land. Dus je bent eigenlijk vrij snel geneigd om, waar gaat het in het geval van de Donbass over de periferie van Oekraïne. Al was het misschien vroeger het industriële kerngebied van de Oekraïne, maar goed, is die traditionele zware industrie, staal en kolen en zo, dat ligt volledig op zijn reet. Daar is ook relatief weinig toekomst voor, zeker op die plek. Maar wat zou ik in Nederland afstoten? Ik zou in principe niks afstoten, omdat in de Donbass spreken ze ook geen Oekraïens, maar Russisch. En hebben ze, althans sommigen daar, hebben gezegd dat ze liever bij Rusland horen dan bij de Oekraïne. Dus de vraag is, als je Nederland gebieden zou afstoten, en wij willen dat op een democratische wijze organiseren, dan moeten we ons vragen, waar zouden die gebieden dan heen moeten? En dan zouden wij natuurlijk daar peilingen moeten organiseren, volksstemmingen moeten organiseren. Is het zo dat een gebied wat we verder wel missen kunnen, dat daadwerkelijk wel weg wil uit Nederland of een apart gebied wil vormen. En je zou een beetje een theoretisch geval, want ik denk niet dat ze daar nou voor hard voor zullen lopen, maar wat die Friezen vinden zichzelf toch heel anders en die spreken Fries. En
doen ze ook altijd heel deftig over, terwijl dat in allerlei opzichten flauwekul is. Maar goed, want dan heb je, Stadsfries en dan heb je nog twee verschillende, maar je hebt van allerlei problemen. Het zou ook bijvoorbeeld in het hele kleine Pieter Jelle Stroelstra museumtje in Leeuwarden wel passend zijn om ook gewoon bordjes in het Nederlands erbij te doen. Want het Fries is niet altijd even duidelijk. Niet voor de goede verstaanders. Dus ik zou zeggen, ja, in Nederland zal het er niet van komen. Want ik denk, waar je ook maar volksraadplegingen zou organiseren, zou al vrij snel duidelijk worden dat ze veel liever bij Nederland horen dan bijvoorbeeld bij België of bij... Ik denk niet dat ze in Zuid-Limburg hard zullen lopen om bij dat nogal afgetakelde Luik te behoren. Nou, misschien de Parkstad bij Duitsland? Ja, dat is een beetje het dunste. Nee, de Parkstad is de oostelijke mijnstreek. Ja, Kerkrade en Heerlen, dat soort... Nou kijk, als je nou een goede campagne voert, of als je de mensen gewoon de werkelijkheid laat zien, zul je er al vrij snel achter komen dat wij op het punt van uitkeringen enzovoort, en op het punt van gemiddeld inkomen per hoofd, dat wij het beter doen dan Duitsland. Zeker dan die streken in Duitsland waar we het... want zoals overal in Europa zijn er grote urbane centra. Dat is waar het gebeurt. Daar is de groei en daar zijn de vitale ontwikkelingen. Dus nee, ik denk dat die perifere gebieden in Nederland, als ze daar even over nadenken, niet weg willen. En omdat wij dit plan door hem geopperd, niet waar, door mij vaak voor de aardigheid gelanceerd... dat wij dit alleen maar kunnen uitvoeren als het democratisch verantwoord is. En dan denk ik dat het niet gaat gebeuren. Oké. Okay. Hoe is het trouwens, is het in de theaters weer als vanouds? Ik las een stukje dat de culturele sector best nog wel zwaar heeft met mensen naar de theaters. Ja, maar wat ik ervan hoor en wat men zegt in de theaters waar ik optreed, is dat het nog niet op het oude niveau is. Nee, jammer. Dat de mensen nog aarzelend zijn. Dat veel ouderen toch nog aan COVID denken. Dus je kunt ook twee keer besmet raken. Dat kan. Ja. Al is die Omicron-variant anders minder ziekmakend. Dus nee, het is nog niet precies wat het zou moeten zijn. Kijk nu naar China, dat is de hele boel. Er zijn wel verschillen tussen de verschillende schouwburgen. Oh ja? Ja. Waar zijn ze wat voorzichtiger? De randen van het land. In de meeste schouwburgen waar ik geweest ben. Maar bijvoorbeeld de Flint in Amersfoort, daar zaten 400 mensen of zo. Dat is voor mij een heel behoorlijk aantal. Ja. En dan heb je natuurlijk Gouda, waar het altijd goed gevuld is. Je hebt wel schouwburgen die gewoon hartstikke goed draaien. Mm. Dus die een heel goed systeem hebben van binding aan een vast publiek. Ja. Maar nogmaals, de toon is toch, het is nog niet wat het was. Ja, dat is jammer. Hopelijk komt dat snel terug. Maar als je China kijkt, hè, daar is nu alles weer op slot. Shanghai, ja. Dat is op zichzelf ook een heel interessante ontwikkeling. Omdat we natuurlijk aanvankelijk dachten van die Chinezen hebben het heel wat beter georganiseerd dan wij. Veel en veel handiger en verstandiger. We hebben het allemaal totaal verkeerd gedaan. Kijk naar die Chinezen. En wat blijkt, eigenlijk hebben zij het, zonder dat overigens te weten of te vermoeden, totaal verkeerd gedaan. Omdat de vaccinatiegraad als gevolg van hun beleid zo ontzettend laag ligt. Met name begreep ik bij ouderen. Zodat nu die Omicron-golf enorme effecten blijkt te hebben. Ja. Er zijn meerdere landen waar dit verschijnsel zich voor heeft gedaan. Waarbij je eerst denkt van, in Duitsland dachten we toch ook die eerste maanden. God, die Duitsers die hebben het prima voor de bakker. En tenslotte bleek dat dus niet zo te zijn. Tenslotte blijkt steeds weer ik durf het nauwelijks te zeggen, maar dat die massa-immuniteit, dat die toch een rol gaat spelen. Omdat steeds weer, en je schaalt af en dan blijken er toch weer nieuwe besmettingen te zijn. De contacten zijn zo intensief tussen de verschillende landen en mensen, dit is steeds het eindproduct. Dat toch een groot deel van de bevolking besmet geraakt is op enigerlei moment. Geef jij wel weer handen nu? Ja, ik heb altijd handen gegeven. Ik vind dat boksen vind ik een beetje achterlijk, eerlijk gezegd. Of met die elleboog, dat vind ik een beetje onzin. Je kunt gewoon hallo zeggen. Ja, ik vind het. Ook dat niezen in dit, dat doe ik ook nooit. Ik nies gewoon bang. Ja. Allemaal heel onverstandig, ongetwijfeld. Maar goed, ik heb het gehad.
Waarom moeten we dat gelul over die Engel steeds aanhoren? Wat kan mij het schelen? 0,0. Dat gebeurde bij zonsopgang. Ook als een ongelukkig moment natuurlijk. En dan kreeg je een glaasje jenever, of althans wat de Engelsen daarbij schonken. En dan ging je over de top. Maarten van Rossum vertelt over de Tweede Wereldoorlog. En dan moest je eerst door het zogenaamde Niemandsland. Een totale onmenselijke woestenij. Volledig omgewoeld door artillerie, granaten, door... Er stond geen boom erover en... Download het luisterboek via de link in de beschrijving.